Je rug is juist sterker dan je denkt. Raymond Schultz, totalstrength.nl en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over rugklachten en dan voornamelijk klachten in de onderrug. Ik denk dat iedereen zich wel in deze situatie herkent. Je voert een squat uit, een deadlift, misschien zelfs lat pulldowns. En aan het einde hebben we misschien buikspieroefeningen. Als je zelfs bij zulk soort oefeningen last van je rug krijgt, het schiet er ineens in, dan heb ik daar vandaag de oplossing voor. Dit is een van de redenen waarom je rugklachten kan hebben. Ik ga uitleggen wat je eraan kan doen, want dit is een probleem wat ik zelf ook al tijden heb. En ik kan 170 kilo squat, ik kan 180 kilo deadliften, zonder dat ik ook maar een probleem heb met mijn rug. Daar gaan we. Om je problemen met je onderrug wat duidelijker te maken, heb ik achter mij twee poppetjes getekend op het whiteboard. Daar wil ik wat meer instructie over geven. Dit gedeelte van de video is belangrijk. Zorg dat je dit goed begrijpt, dat je dit onthoudt. Kijk het desnoods twee keer. En ik zal mijn best doen om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Hier hebben wij persoon A. Persoon B kijken we nog niet naar. Persoon A. Hier heb ik geprobeerd om een heup te tekenen. En iemand die normaal rechtop staat. Wij hebben hier vier spiergroepen. De quadriceps, de hamstrings, de rectus abdominis en de erector spinae. Oftewel rug, buik, voorkant van de bovenbenen en de achterkant van de bovenbenen. Alle vier die spiergroepen, die hechten aan. En die geven alle vier evenveel spanning aan de heup. Jouw heup kantelt nergens heen. Deze heup is in rechte, neutrale positie. Kijken we naar persoon B. Heb ik hier proberen te schetsen. Een gekantelde heup. Wij zien hier dat de quadricep strak is, gespannen is en die heup naar voren kantelt. Als een spiergroep strak is, is de tegenovergestelde spiergroep ten alle tijde te zwak. Oftewel, deze is erg onder spanning en je hamstring is erg losjes, want die geeft hem die lengte, die kan die heup niet meer terugtrekken. Er is nog één boosdoener in dit verhaal. Die zal ik zo uitleggen. Is dit. Stel je voor, ik sta rechtop. Ik zou zeggen, doe met mij mee. Je staat rechtop en je spant overdreven je quadriceps aan. En je zorgt dat je heup naar voren kantelt. Wat er gebeurt in het bovenlichaam is vanzelfsprekend dit. Jullie zien het niet, maar mijn benen staan nu rechtop. En mijn torso is naar voren gebogen. Vooral mijn en waarschijnlijk ook die van jou, je bovenbenen kunnen te strak zijn, dus mijn torso komt naar voren. Mijn hoofd, die wil ten alle tijde boven het steunvlak van mijn lichaam blijven. Boven het steunvlak van je lichaam. Het midden van je hoofd moet het midden van je voeten zijn. Dat is efficiënt voor het lichaam, zo blijft het in balans. Het is niet efficiënt voor een lichaam om achterover te leunen of voorover te leunen. Dat is logisch. Dus wanneer mijn lichaam voorover is gekanteld, denkt mijn hoofd, we gaan naar mijn steunvlak toe. Mijn heup kantelt niet mee. Dus wat gebeurt er? Mijn onderrug gaat heel erg hollen. Gaat heel erg rond staan. Ik krijg een dikke buik en een hele erg holle onderrug. Dat is wat ik hier heb proberen te tekenen. Mijn tekenkunsten zijn, zoals jullie weten, niet perfect. Dat heb ik hier getekend. Wat gebeurt er dan automatisch als mijn onderrug gaat hollen? Dan wordt de erector spinae wordt strak. Die trekt je rug naar elkaar toe. Wat gebeurt er met je buik, met je mooie sixpackje? Die wordt helemaal bol. Dat is een van de voornaamste redenen dat heel veel mensen geen sixpack kunnen krijgen. Of hij slecht zichtbaar is, doordat hij veel te veel lengte geeft. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Er is nog één spiergroep die gigantisch belangrijk zijn. Twee eigenlijk. De psoas die loopt hier vanaf je wervelkolom tot aan je heup. Die loopt hier. Je psoas en de iliacus die loopt in principe op dezelfde plek. Ik zal er een plaatje van laten zien. En die is ook gespannen. Dit is een van de spieren waar wij het zo over gaan hebben. En hoe wij deze kunnen stretchen. Dit wordt veroorzaakt vaak door een zittend beroep. Ik neem aan dat jij nu achter de computer zit.
Probeer eens te denken, wat doet mijn quadricep nu? Wat doet jouw quadricep op dit moment? Ga rechtop staan. Hef je been omhoog. Zorg dat hij buigt, dus net alsof je zit. Welke spierhoek span je aan? Je quadricep. In principe wat je lichaam eigenlijk doet, door het hele dagen, door heel dagen veel zitten, uren achter elkaar, misschien een kantoorbaan, misschien veel auto rijden, misschien zit je veel op school. Continu is die quadricep, die is klein, die is kort, die is aangespannen. Op het moment dat je je benen weer wilt strekken, gaat het eigenlijk niet. Trek je heup, je mee naar voren, krijgen we dus last van strakke quadriceps en dus ook je inner core spieren, de spieren die niet zo oppervlakkig zijn, maar meer in je lichaam zitten, de psoas en de iliacus. Ik ga in deze video niet precies uitleggen hoe je dit helemaal oplost, want dan wordt de video veel te lang voor. Maar ik ga je wel laten zien hoe ik en hoe jij je training kan voorbereiden en hoe je kan trainen als je deze klachten hebt. Als je deze informatie voor het eerst krijgt, kan het best lastig zijn om dit te begrijpen. Dus ik ga wat voordoen met het elastiek om mijn punt van daarnet te verduidelijken. Wij hebben een strakke quadricep, een strakke onderrug en een zwakke hamstring en een zwakke buik. En als laatste de strakke psoas die eigenlijk hier vanaf je ruggenwerf van naar je heup loopt binnendoor. Oké, stel je voor het is een ideale wereld, ik sta rechtop. En ik zou helemaal rechtop staan. Dat is nu even lastig voordoen voor mij. Maar ik heb hier mijn quadricep lopen. Wat zou er gebeuren als ik dit elastiek aanspan? Juist, mijn heup kantelt naar voren. Dat is in principe wat er met mijn en waarschijnlijk ook met jouw lichaam aan de hand is. Deze spierroep is strak. Wat gebeurt er met de tegenovergestelde spierroep als ik rechtop zou staan? En ik buig voorover. Mijn hamstring wordt langer, 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 langer. Dat is denk ik voor de meeste mensen wel te begrijpen. Op het moment dat ik in een voorovergebogen positie sta. Wat gebeurt er met mijn buikspieren als ik voorover sta? En mijn hoofd brengt zich weer naar mijn steunpunt, oftewel mijn voeten. Mijn buikspieren moeten langer, 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 langer worden. Nou, wat gebeurt er dan met de tegenovergestelde spieren op de rug? Ik sta voorover. Deze rugspier moet aanspannen, aanspannen, aanspannen. Die wordt korter. Ik hoop dat dat punt duidelijk is. Wat dan nog heel gigantisch belangrijk is voordat je gaat trainen. De twee belangrijkste dingen die ik nu ga laten zien. Een iliacus psoas stretch. Een quadriceps stretch. En ik ga laten zien hoe je je billen, hamstrings en buikspieren activeert voordat je begint met trainen. Hoe je dit probleem is op te lossen. Door actief quadriceps en actief rug te gaan stretchen en actief psoas te gaan stretchen. Ga ik vandaag niet allemaal laten zien zoals ik net al zei. Dat moet je stretchen. Versterken is buik, hamstrings. Hoe je je buik en hamstrings versterkt kun je makkelijk op internet vinden. Als daar interesse in is, maak ik daar ook nog wel eens een keer een video over. Ik ben het net vergeten te vermelden, maar ik hoop dat je nou begrijpt dat je nooit je rug moet trainen. Heel veel mensen denken ik heb een zwakke rug. Nee, die rugspier is juist gespannen. Dat is de reden dat die pijn doet. Je ruggenwervels, die klemme zenuwen en daarvan wordt je rug, gaat je rug pijn doen. Dus ik hoop dat je begrijpt, je moet juist tegenovergestelde spieren op je buik trainen. Je rug is juist sterker dan je denkt. Ik ga nu twee stretches laten zien. Deze stretches zijn voor de iliacus psoas en voor de bovenbenen. Ik begin met een makkelijke stretch en bij beide stretches is de heuppositie verschrikkelijk belangrijk. De eerste makkelijkste stretch voor de bovenbenen. Plat op de grond liggen. Je pakt je beenbeet en je trekt deze tot tegen je billen aan. Zoals je ziet kost mij dit. Ik hoop dat mijn microfoon niet al te klem zit. Zoals je ziet, doet dit op dit moment gaat dit vrij makkelijk voor mij. Dat is omdat ik mijn heup niet naar achteren heb gekanteld. Als ik mijn billen aanspan, mijn heup en mijn rug recht probeer te trekken en mijn buik dus aanspan, dus ik span mijn billen en mijn buik aan, dan gebeurt er dit. Ik zal het eens goed voordoen. Nu, geen spanning. Het kan makkelijk tot tegen mijn billen aan. En op het moment dat ik billen en buik aanspan, kijk, gaat mijn voet naar achter. Het doet verschrikkelijk veel pijn. Het is belangrijk dat je heup in een niet voorovergebogen is, maar dat je buik hem recht trekt en je hamstrings hem ook recht trekken. En dan stretch. Hou dit 40 seconden vol. De volgende stretch is wat makkelijker uitleggen. Neem een wat beter beeld bij.
Hebben wij een psoas stretch. Deze positie. Quadriceps, psoas in het midden. We stretchen onze quadriceps op dit moment. En het is een kwestie van rechtop gaan zitten met mijn torso en naar voren komen. Zoals je ziet kan ik nu makkelijk naar voren komen. Het is omdat ik de stretch niet goed uitvoer. Wat ik wil is dat mijn bekken naar voren worden gekanteld. Dus op het moment dat ik rechtop sta, wil ik mijn billen aanspannen. Hoe ik dat doe, ik voel met mijn handen op mijn billen. En ik voel dat er nu geen spanning is, dus ik kan makkelijk naar voren komen. Op het moment dat ik met mijn vingers in mijn billen druk, dan voel ik, oké, ik kan mijn bekken naar voren kanten. Ik span mijn buik aan. Dat is het belangrijkste bij deze oefening. Je spant je billen en je buik aan. En nu kom je naar voren toe. Ik kan op dit moment niet verder als dit naar voren komen. Ik breng heel deze regio naar voren en het is voor mij geen doen, want dit doet verschrikkelijk veel pijn aan mijn quadriceps. En op het moment dat ik geef nu volle kracht, op het moment dat ik mijn spanning van mijn bilspieren weghaal, gebeurt er dit. Niets. Op het moment dat ik mijn billen aanspan, en ik span nu weer aan, voel ik die stretch. Op het moment dat je controle hebt over je bilspieren, je spant dit aan en je leunt, ik leun mijn torso eigenlijk wel iets naar achter. Dus ik sta rechtop aangespannen, ik voel het hier trekken, ik voel mijn quadriceps trekken, ik voel de iliacus hier binnenin trekken en de psoas. Op het moment dat dit goed lukt, kan ik die psoas en de iliacus nog verder strekken door van het been waar mijn voet, vanaf de kant dat mijn been naar achteren toe wijst, diezelfde hand, die doe ik helemaal recht naast mijn lichaam. Jullie zien het niet zo goed, maar die is nu recht naast mijn lichaam. En buig ik mijn torso naar de linkerzijde. Op dit moment ben ik in ernstige pijn. Op dit moment voel ik het hier heel erg stretchen. Dit is iets wat je zou moeten doen voor je training. En dan ga ik nu naar het laatste gedeelte van deze video. Dus we hebben het stretchen gehad. We willen nu het activeren van de zwakke lichaamsdelen. De spieren die we dus aan willen spreken. Buikspieren, billen en hamstrings, glutes, billen, buikspieren. Als ik tegen jou zeg, span je buikspieren aan, dan lukt dat 9 van die 10 keer wel. Ik heb ooit eens een keer een video gemaakt over de Valsalva manoeuvre. Daar ga ik daar dieper op in. Zoek die maar eens een keer op. Je buikspieren aanspreken, dat ga ik vanuit dat het wel lukt. De billen en de hamstrings is voor heel veel mensen een aanzienlijk stuk lastiger. Dus de achterkant van je lichaam heb je nou als mens zijnde gewoon wat minder controle over. Je zou glute raises kunnen doen. Ik vind het persoonlijk fijn, zeker voor beginners, mensen beginners met dit probleem, of die deze video net voor het eerst zien, vinden het makkelijker om één vast steunpunt te hebben. Dat je een controlepunt hebt, om het zo maar te noemen. Ik heb hier een handsvat aan een kabel. Het hoeft totaal niet veel gewicht te zijn. Ik heb er 10 kilo aan hangen. Ik leun helemaal naar achter en vanaf hier kom ik helemaal rechtop. Overdreven rechtop. Naar achter. En rechtop en knijp in die billen. Rustig terug. Geen spanning verliezen. Omhoog komen en knijpen. Continu in die billen. Dat is 1. Dit trucje kan je natuurlijk, als je thuis een band of een elastiek of iets hebt. En je hebt een trapleuning of de hendel van een deur of iets. Kan je natuurlijk exact hetzelfde herhalen met een elastiek. Als je nou moeite hebt met het aanspannen van je billen en je weet niet hoe dat voelt, zou ik dat op de volgende manier doen. Ik sta met mijn schoenen en mijn voeten en mijn benen recht vooruit. Dus mijn schoenen blijven staan, maar mijn voeten die doen dit in mijn schoenen. Alleen de regel is, mijn schoenen blijven recht staan en mijn voeten die draaien nu keihard naar buiten. Ik zou zeggen, probeer dit. Als het goed is, span je je billen aan en kan je de oefening veel beter uitvoeren. Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Raymond Schultz, Total Strength, Ignite Your Fire and Grow Stronger.